Daar zijn we. Een hele goede avond, lieve handwerksterren en alle andere bezoeksterren van dit supergezellige dagelijks geopende live online handwerkcafé, waar we vandaag weer te gast zijn in de webshop van JaniceEve.be, oftewel bij Eva Kramer. Lieve mensen, lieve handwerksterren, het is vandaag donderdagavond 28 maart 2024, 2024 zo u wilt. En het is vandaag Witte Donderdag. Vanavond komt volgens mij om 8:30 de Passion vanuit mijn buurplaats Zeist op tv. Ik ben daar niet, ik ben hier. En tot 8:00 gaan wij weer gezellig garens verkopen. Met alle Passion. Met alle Passion gaan wij garens verkopen. En om 8:00, nadat we de trekking hebben gedaan voor het verrassingspakket van iedereen die het lukt om vandaag iets te bemachtigen, gaan we mijn verjaardag nog even in het klein vieren. Want er staat, het is net of dat de Sint is geweest, er staat een hele berg leuke cadeautjes. Vanmiddag dachten we al dat er werd geschoten, maar er knapte een ballon. En die ga ik om 8:00 uitpakken. Langer kan ik niet wachten. Dus tot 8:00 gaan we gezellig met jullie pop-uppen. En daarna, voor degene die dat nog even willen meemaken, kan je nog even blijven hangen. Want dan gaan we de cadeautjes uitpakken die ik van JaniceEve BE en consorten heb gekregen. Dus nou, dat is het programma voor vandaag. Neem allemaal lekker gezellig een kopje koffie, kopje thee. En doe gezellig mee. Ik heet even van harte welkom mijn fantastische Smurven-team. Dat ze er weer zijn om ons te ondersteunen. De Smurven, dat zijn mensen in de chat met een blauwe naam. En zij leggen jullie continu alles uit over hoe het werkt. Nou ja, dat. We hebben weer van alles leuks voor scherpe prijzen. We hebben weer scherpe prijzen, items. En welkom, Grietje. Grietje is nieuw. Hey Grietje. Welkom in de pop-up winkel. Gezellig. We hebben weer een heleboel scherpe koopjes. Ja, dat zou ik zo zeggen, ja. Ja, dus ik denk dat het weer leuk wordt. Even kijken, even de camera iets beter zetten. Nou, veel beter wordt het niet. Zo. Wat gaan we doen vanavond? Nou, we hebben allerlei pakketjes leuk te koop. Pakketten van verschillende soorten garen. We vertellen over ieder pakket of soort garen wat het precies is. Wat het kost. En dan heb ik hier nummertjes. Of we zeggen van zeg maar gewoon ja als je het wil kopen. Oh ja, misschien belangrijk om te zeggen dat het een ander beginnummer is. Ja. Vanavond hebben we alles in de 300-serie. Jullie zijn gewend dat we de 200-serie in de tweede uitzending doen. Maar die doen we morgenochtend. Vandaag beginnen alle getallen met een 3. Dus wees daar alert op. Alle getallen met een 3. Verder hebben we nog huishoudelijke mededelingen. Ik heb geen idee. Oh, dat vraag je. Hebben we nog huishoudelijke mededelingen? Nee. Ja, nou ja, dat is meer voor dadelijk. Oh, voor dadelijk. Nou, de huishoudelijke mededelingen komen nog tussendoor. Hallo allemaal, er zijn al 135 mensen. Er staan 135 mensen in de rij. En er staan er nog meer om binnen te komen. 67 duimpjes, dank jullie wel. We zijn nog niet eens begonnen. We gaan beginnen, lieve mensen. We gaan gewoon gezellig beginnen. Ik zoom een beetje meer in, zo. Joehoe! We gaan beginnen met lovely garen. We gaan vandaag beginnen met lovely garen. Dat zijn bolletjes garen die kosten bij de Conculega. Hou je vast. €6,50 per stuk. Ik heb 6 pakketten waar 10 bolletjes in zitten. Dat is dus een pakket van €65. En ik heb een pakket waar de 5 in zitten. En dat is dus een pakket van €32,50. Maar, dat gaan wij er niet voor rekenen. Nee. In plaats van €65. Dit is een heel pakket. Ik heb 6 hele pakketten en 1 half pakket. In plaats van €65 vraagt Eva hiervoor €25. €40 korting. Nou, dat is natuurlijk niet zuinig. En waarom is dat? Ja, ik heb geen idee. €40 korting op zo'n pakket. Ik ga vertellen wat voor een lovely garen dit is. Nadat ik het eerst even van dichtbij heb laten zien. Het is 1 kilo in totaal. De bollen zijn 100 gram per stuk. Het is gestipt garen, noem ik dat altijd. Het is garen, ja. Het is eigenlijk net als de batik. Hè? Het is, als je het gaat doen, dan krijg je allemaal steekjes met andere kleurtjes. Geflekt. Je hebt hier een voorbeeldje. Oh ja, hier zit een voorbeeldje. Kijk. Dan krijg je dus, als je het gaat breien, krijg je zo dit effect. Dit.
Nou, er zit echt geel, oranje, turquoise. Er zitten allemaal kleurtjes in. Het is 100 gram per bol. Je mag het wassen op 30 graden. Het is naalddikte 5 millimeter. En het is aan materiaal. Ja, we hebben hem. Oh, hier. 60% katoen, 40% acryl. 100 gram per bol. En 210 meter. Ja, 210 meter. Dus je krijgt meer dan 2 kilometer. Wat kostte het ook alweer? 25 euro in plaats van 65. Dus 4 euro korting per bol. 4 euro korting per bol. 40 euro korting op een pakket. Nou, daar gaan we, lieve mensen. Oh, op de achtergrond hoor je de kachel. Die gaat ook aan. Lekker warm. Dus... katoen acryl mix. Volgens mij kan je het ook prima met naaltje 3 haken. Voor de amigurumi en zo. Voor 25 euro. 344. Nummer 344 voor 25 euro. Een kilo katoen acryl mix. Met... oh. Ik hoef niks meer te vertellen. Dat was Annemie. Hey Brian, hi. Annemie. Annemie C. 344. En, wat ik vergeet te zeggen voor de mensen die nieuw zijn, als het jou nou lukt om een pakket te scoren, dan krijg je een nummertje. Dat nummertje moet je noteren, want dat hebben we ook nodig als je straks gaat afrekenen. Maar het is ook een lotnummer. En dat is wel heel erg leuk, want met iedere aankoop die je vanavond doet, maak je kans op, aan het eind van deze show, een verrassingspakket. En je nummertje 344 nu van Annemie is ook je lotnummer. Dus Annemie, het eerste lotnummer is eruit. Voor de mensen die dit leuk vonden, maar zeggen van ja, ik hoef er geen 10. Ik heb één pakketje met 5 voor 12,50. Dus er maar eentje. Dus zeg je van ja, 10 vind ik te veel. Ik heb één pakketje van 5 en dan heb ik er nog 5 van 10. Het lijkt net wiskunde. 309 voor 12,50. Hetzelfde garen, maar dan 5 bolletjes. 309. Cindy C. Ja, Cindy C. Hoi Sally. Hallo. Hi. Cindy C. 309 is voor jou. Voor 12,50. Nou, dan gaan we als een razende snel door die overige 5 heen. Voor 25 euro. Een kilo 305. 305. 305. Zo, Brian die zit te knippen te plakken. 305, Loes. Loes, Snoezepoes, Loes Ruiten. Jij gaat vast weer afhalen. Hij is het voor jou. 305. Heb je nou vanmiddag al besteld? Dan, als je nu gaat afrekenen, hoef je geen verzendkosten meer te betalen. Dan klik je op ophalen. Je gaat het niet ophalen, maar het wordt dan met je andere pakket samengevoegd voor dezelfde prijs porto meegestuurd. We hebben er nog eentje. Nummertje 346, 346 voor 25 euro, een kilo garen met waarde van 65 euro. Hoi Suzanne, 346. Oh. Connie Bloemen, 346, een kilo garen is voor jou. 346, Connie Bloemen. Je gaat daar vast bloemetjes van maken. Dat kan natuurlijk, prima. Ik heb er nog 3. Dus het volgende nummertje van 25 euro pakket. Oh nee, dan ga je gillen. Een heel kleintje. Oh ja, dat geeft niet, hè? Nee, dat is goed. 319. 319 voor 25 euro. Connie is blij. 319 voor 25 euro'tjes in plaats van 65 is voor Judith. Judith, hij is voor jou. 319. Nog 2, lieve mensen. En anders dan moet je online zoeken, maar dan kosten ze 6,50 per stuk. Nou, ik heb ze ook los in de webshop en dan zijn ze 3,50. Oh, mocht je het nog willen hebben, los in de webshop 3,50 per stuk. Dus dan kost het 35 euro als je de 10 wil hebben. Dus de ene laatste, lieve mensen. Nummertje 342, 342 voor 25 euro. Dit lovely pakket. 342. Jenny Elstraats. Jenny, 342 is ook je lotnummertje.
En dan last but not least, de laatste lovely. En dat wordt nummertje 338 voor 25 euro. Deze katoen acryl mix. Hoi Iris. 338. Zwaar zijn ze. Nou, een kilo. Mirjam van der Zanden. Ja. Gefeliciteerd. 338 is voor jou. En voor hetzelfde geld heb je misschien straks nog ook een verrassingspakket op nummer 338. Maar dat weten we pas tegen achter. Mirjam van der Zanden. Gefeliciteerd in ieder geval met dit koopje. Want je hebt zojuist 40 euro bespaard. En dat is me toch een bak geld. Dus als je het bij de buren zou kopen. Bij haar kosten de bolletjes los 3,50. Dus het was echt een koopje. Maar ze zijn nu op. Dus dat is pech. Oh ja, deze hadden we nog. Ik zei even. Op. Kijk, ik heb een mooie sjaal, jongens. Ik heb een mooie sjalom. Met allemaal poezen. Dan heb ik cakes. We hebben cakes. Ik weet niet of je al het langs is gekomen. We hebben nog een paar cakes. Vanmiddag hadden we ze ook, maar dan zijn ze weer voorlopig op. Cakes in verschillende kleuren. Ik heb papaccia cakes. 100% acryl. 150 gram per cake. Dus 300 gram cake. Met in totaal 2 keer 540 meter. Is 1080 meter. Meer dan een kilometer garen. En de naaldikte, wat was het? 4. Vier. Of wat jij wil natuurlijk. Eén zo'n pakketje kost bij de buren. Nou ja, bij de buren kosten deze bollen 7,50 per stuk. Bij ons niet. Bij ons twee bollen voor 12,50. En dit zijn de kleuren taupe, beige, steenrood, okergeel. Kleurnummer 214. 214. Dit pakketje kost 12,50 voor de eerste persoon die roept nummertje 334. 334. 334 voor 12,50 deze twee bollen. 3. Kaatje Addy. Kaatje Addy die heeft vanmiddag al een verrassingspakket gewonnen. Die gaat nog een keertje poging wagen. 334 is voor Kaatje Addy. Kijk. En dan koopt ze dus een pakket voor 12,50. En dan maakt ze kans op een verrassingspakket wat veel meer waard is. Met een pakketje van 12,50 als ze verder niks meer op de kop kan tikken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dan hebben we zo'nzelfde verhaal. Ook weer 100% acryl, 1080 meter. Voor 12,50 is turquoise, oranje, zalm, roze, geel. Een soort regenboog, maar dan anders. Voor de eerste persoon, voor 12,50, die roept nummertje 315. 315. Wie wil voor 315... Oh nee, wie wil voor 12,50 nummertje 315 kopen? Sandra PH. 315, we schrijven jouw naam erbij. Gezellig. Ik ben nu al benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Zo, ik krijg het ineens warm. Ja. Hey Marielle. Ja, opvliegen. We hadden er nog één, hè? Twee. Turquoise, groen en paars tinten. 339. 339 voor 12,50. 339. Ja, José. Hey José. Oh. Hij is voor jou. Ik heb even opvliegen. José Dame. Uit Kaatsheuvel. Woont in de Efteling. Ja. Zorg ook dat je in de live bent, hè, lieve mensen. En dan de laatste cakes. Ze heet uit de oven. Blauw naar paars, naar roze, naar geel, naar groen, naar oranje en dan weer naar blauwig. Voor 12. Ja, Lenny, opvlieg het. 335 voor
voor 12,50 deze twee cakes. Zo, 330. 335, sorry, 335. Ja, ging goed. José. Yes. 335, we schrijven hem erbij. José. Zo, even een slokje thee. Koel weer af, zie je ook, hè? Mijn kleur loopt weer terug. Oké, kwart over zeven. Nou, we gaan rustig door. We hebben nog een heleboel. Maar we gaan weer eerst aankleden. Want de krans krijgt weer koud. Zo. Oh, deze vind ik ook wel even leuk. Ja. Dit pak Papatja Batik. Misschien kennen jullie dit garen wel. Het is heel mooi acrylgaren. Het is 100 gram, 360 meter, 5 bollen. Dus dat is 5 keer 360, is 1500 plus 300, 1800 meter. 100% acryl, kan in de wasmachine. En de naald is 4, 4,5. Kan ook uitstekend op de breimolen. Kleurnummer 55423. 23. Kleurnummer 23. Hier heb ik 3 pakken van. Lieve Eva, wat kosten deze bollen normaal? Normaal zijn ze €3,95. €3,95 per bol. En nu voor €17,50 per 5. Dat zou dus €3,95, dus 20. €19,75 normaal. Normaal €19,75, nu wat zei je? €15? Nee, €17,50. €17,50, sorry. €17,50, dus een beetje korting. Iedere korting is meegenomen en je maakt kans op een verrassingspakket met je aankoop van deze... Papatja. Voor €17,50. 331. 331. Dus het is goedkoper dan in de webshop. 331. Ineke Jansen. Ja. Voor €17,50 is nummer 331 voor jou. En het is ook je lotnummer. Maar ik heb er nog meer. Niet getreurd. Ik heb er nog 2. In die kleur. En dan 2 met grijs. Maar eerst deze 2, dat zijn dezelfde. En dan heb ik nog 2 paarse met grijs tinten. Maar eerst deze, met bruin tinten. Voor €17,50 is dit nummertje 1 is genoeg. 326, 326 voor €17,50. De eerste persoon, Annemie. Is dat goed? Ja, Annemie. 326 voor Annemie. Die gaat misschien wel een heksenronde meemaken. Zou maar zo kunnen. Annemietje. 3, 2, 6. En de laatste. 301 voor €17,50. 301 voor €17,50. Connie Bloemen. Connie Bloemen was de eerste. Yes. Maar niet getreurd, lieve mensen. Want ik had al beloofd, ik heb er ook nog 2 met lila, paars, grijs tinten. Ja, en dan hebben we nog hele andere leuke met felle kleuren. Wacht even hoor. Gratis workout hier erbij, want ja, die 15 kilo hè. Deze zo meteen. Ook voor €17,50. Kan allemaal niet op. Voor €17,50 heb ik hier de Papatja Batik met blauw, grijs, paars tinten. Zie je dat? Blauw, grijs, paars tinten. Kleurnummer gaan we even roepen voor Loes. 31. Loes, 31. Het nummertje... Vraag het ook. Oh, nou ja. Loes. 31. Vooruitziende blik. Nummer 31. Dit pakket voor €17,50 is voor de persoon die als eerste roept nummer 322. 322. Sorry Lenny. 322. Ineke Jansen. Ja. Voor €17,50 is nummer 322 ook voor jou. Ineke Jansen. En ik had er nog één.
Oh, had ik al gezegd dat er ook wat licht in zit? Nou, het gaat alle kanten op. Voor 17,50. Deze Papatja Batik, 5 stuks. Nummer 380. 380. Sandra PH. Ja. Sandra, je PH-waarde is goed vandaag, want nummer 380 is ook voor jou. Nou, tijd voor een slokje thee. Sorry. Ja. Ik doe zo mijn best om jullie namen te onthouden. Allemaal ezelsbruggetjes. Papatja Batik heeft naast die kleuren nog 38 andere kleuren. Of 72, ik weet niet. In totaal 42. 42, ja. Het zijn er echt... 42 is goed. Heel veel. Ja, heel veel. Dat nou, 45. Dus hebben we er een heleboel in dit bolletje gestopt. Nou, dat zijn hele zonnige bollen met, ja, regenboog. Alle kleuren van de regenboog. Zie je? Nou, het is lang verloop, dus het duurt een tijdje voordat de volgende kleur komt. 5 bollen, hetzelfde verhaal als die andere kleuren, 17,50. 100% acryl loopt als een zonnetje op de breimolen, maar ook op de breinaald, de haaknaald, het weven, alles kan. 376, 376 voor 17,50. Goedkoper dan in de webshop. 376. Go chic! Go chic! Gezellig dat je er weer bent. 376, je mag hem opschrijven. Oh, ik moet even nadenken. Ben jij dat, Telly? Oké. Volgens mij go chic. Go chic. Telly? Ben jij Telly, go chic? Eventjes voor de duidelijkheid. Misschien wil ze dat wel niet zo zeggen. Dat kan natuurlijk ook, hè? Het komt vast goed. Ja. Het komt vast goed. We hebben er nog eentje. En dan zijn ze op voor vandaag. Voor 17,50 ook deze regenboog. Papatja Batik. 311. 311. 311. Peetjes ja. Hobby 311. Gefeliciteerd. Ben je nou thuis iedereen van je af aan het slaan van... Nu even niet, ik ben in de pop-up. Ja, iedereen al de vaatwassen ingeruimd. Iedereen zweept erover. Dan heb ik... Yarn Arts. Daar hebben we er nog een paar van. We hebben Yarn Art. In het lila. Ik had mijn babykamer ook alles lila. Ja. Yarn Art Jeans Plus. Dat is garen. Voor een trui zou je 500 gram nodig hebben. Het is 5 mm garen. En het... Oh, 50% katoen. 55. Oh, 55. Ja, zie ik ook staan. Waarom zeg ik het dan niet? 55% katoen en 45% geen idee. Ja, dat is acryl. Acryl. 100 gram, 160 meter. 500 gram, 800 meter. Daar zou je een trui mee kunnen maken met naald. De 5 staat erop. Katoen acryl mix, Yarn Art. Het is garen wat... Kijk, dat is dan... Super zacht. Het is dan... Het is zeg maar... Ja, ik weet niet hoe dit heet. Als ze het zo maken. Maar het is dus... Zulk garen. Wat zo... Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Lieve Eva. 12,50. Nou, koop je 12,50. Kun je trui breien. Waar koop je dat nou nog? Maar je kan er natuurlijk ook van alles mee doen, hè? Je kan er allerlei andere dingen mee doen. Voor 12,50 is dit pakket 307. Het breidt ook heerlijk, zegt Anja. Ja. Fenne zegt, morgen pas na 8 uur thuiskomen. Ja, ja, iedereen wegblijven. Lenny zegt, een soort badstof idee. 307 is Jutje. Ja. Jutje parapluutje. 307 is voor jou. Iedereen het huis uit. 1 keer per maand wil ik 2 dagen voor mezelf. 307 is voor Jutje. Oh,
erachter. Met een parapluutje erachter. Er waren meer liefhebbers. Wie... Martine zegt, ben ik geblokkeerd? Nee, Martine, je bent niet geblokkeerd. Wat is dit nou? Nee hoor, Martine, je bent niet geblokkeerd. Als dat, nee, dat zouden we niet durven. Ben jij gek? Wij zien je. Ja, wij zien je. O jee, niet geblokkeerd. 12,50, nog een pakket. We hebben er meer hoor. 310. 310. O jeetje, Martine. Oh. Jutje. 310. Gefeliciteerd. Jutje 310. Oh, ik heb er nog wel een paar. We gaan even kijken. We moeten even grabbelen in de grote berg naast me. Of heb je die foto al gezien? Oh ja. Nee? Ja? Ja. Is dit dezelfde? Ja. Oh ja. Al die andere dingen, maar het is hetzelfde. Oké. Nou, we hebben nog 4 lila en 1 lichtblauwe. Ook diezelfde yarnart, datzelfde beetje gedraaide garen. Oh Marleen. Marleen, altijd zorgen dat je in de live zit. En de mensen kunnen nooit van tevoren het nummer weten. Want voor de mensen die denken van, ja, we hebben al een lijstje doorgegeven. Ik ga nu, we gaan het even doen zoals jullie het niet zien. Ik heb hier een pakket jeans lichtblauw voor 12,50. Dan heb ik hier een bakje en daar zitten allemaal nummertjes in. Spannend, hè? Ik ga ook even niet naar de nummertjes kijken, want anders denk ik nog steeds dat ik het zit. Nee, jij mag wel kijken, jij bent toch niet aan het grabbelen. Nee, maar ik kan misschien het zijn van nu. En dan heb ik een nummertje. En dat is nummertje 321 voor 12,50 voor dit lichtblauwe jeanspakket. 321. Cynthia! Ja. Hij is voor Cynthia. Dus ik kan helemaal niks manipuleren met de nummers stiekem doorgeven via sms en zo. Dat kan allemaal niet. 321 is voor Cynthia. Komt Cynthia het weer halen? Ik denk dat niet. Dan moet ze even in de rooster kijken, denk ik. Dus, zo leuk. Tussen jullie huis en hier, daar moet jullie getal moet brrr, en mijn content moet brrr, over de digitale snelweg en af en toe files en fuiken en zo. Beter kunnen we niet maken. Wel leuker. Voor 12,50. Ik ga een nieuw nummertje pakken. Nieuw nummertje. 340 voor 12,50. Cynthia weet waar ze moet zijn. 340. Manuela. 12,50 voor jou. 340. Manuela, nou vraag ik me af, zijn er vaker mensen die als ze jou ontmoeten gelijk gaan zingen? Of is dat een dingetje wat ik doe? Ik heb er nog eentje. Ik heb er nog 3. Voor 12,50. 347. 347 voor dit pakket garen in het lila. Loes. Loes Ruiten. 347 voor Loes. En deze voor 12,50, 343, 343. Connie Bloemen, Connie Bloemen, 343 is voor Connie. En dan de laatste jeans in het lila. Hoe lang hebben we nog? Oh, nog een heel half uur. Oh, wat beter. 308 voor 12,50. 308 voor 12,50. José, dame. Hey, José. 308 komt met je bestelling mee. Dame, hè? Ja, José, dame uit de Efteling.
Kijk, linksaf, bij, linksaf bij Hollebolle Gijs en dan rechtsaf bij Sneeuwwitje. Daar woont ze. In het kasteel van Doornroosje, wat nu wordt, volgens mij wordt dat, komen daar zonnepanelen op dit moment. Maar daar woont José. Oké. We hebben nog een hele strakke aanbieding. Maar we gaan nu anders aanpakken. Maar we gaan even anders te werk. Ja. De snellere modus. We hebben in de aanbieding namelijk heel erg leuk garen. We hebben van alle garen nu één bol gepakt. Vanmiddag hadden we een heel pak. Het liep helemaal uit de hand. Was niet handig. We hebben scheepjes velvet garen. Dat heb ik in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleuren. Nou ja, 7 kleuren en zwart. Het zijn colorcrafterbollen, maar dan zo. Het heet scheepjes velvet, maar het heeft niks met fluweel te maken. Dus ik begrijp dat niet, maar scheepjes. Het is wel super zacht. Niet als fluweel, maar wel heel erg zacht. Het kan prima op de breimolen. Het is 100% acryl. We hebben het vest van Martine nog om te laten. Oh ja. We hebben een heel vest. Martine die had er een heel vest van op de breimolen gemaakt. Dus je kunt ook het filmpje volgen van Miranda. Van het dubbel dikke knuffelvest. Ja, het dubbel dikke knuffelvest op de breimolen. Martine heeft een heuplengte gemaakt. Met 9, 8,5 bol. Nou, er zitten 10 bollen in een pakket. Dus je kan er in ieder geval op de breimolen een dubbeldik warm knuffelvest van breien. Maar je kan er natuurlijk ook mee haken, borduren, weven, spinnen. Nee, spinnen niet. Twijnen. Maar we hebben het in een heleboel verschillende kleuren. Gaan we verder vertellen. Normaal kost dit garen. De adviesprijs is 3,10 euro. De gemiddelde verkoopprijs is 2,95. Ik heb ze los voor 2,85. Maar nu een pakket van 10 bollen voor 22,50, dus dat is dan 2,25 per bol in plaats van de adviesprijs 3,05 euro. Maar alleen nu, niet in de webshop, alleen nu. Ja. En we hebben het in verschillende kleuren. Ze gaan per 10, dus een pakket kost 22,50. Ik ga wel eens even laten zien welke kleuren we hebben. 100% acryl, moet ik nog vertellen. 300 meter op een bol. Dus je krijgt 3 kilometer garen voor 22,50. Naald nummer 4. We hebben hem in het groen, zwart, dat kan je vast even voorbereiden, zwart, bruin, per 10 hè, gaan ze, 22,50, koop je blauw, ja, roze-rood, nee roze, oker. Daar is dat vest van Martine mee gemaakt. Donkerpaars. Ja, een beetje aubergine-achtig. Beetje aubergine. En rood. Maar het is een beetje niet hard, fel rood, maar een beetje warme rood. Nou. Nou is het zo dat we hebben hier heel veel van. Ja. Dus veel. Zoveel als jullie willen zo ongeveer. Gelimiteerd. Dus ik ga nu vragen. Wil iedereen die een groen pakket wil hebben voor 22,50, ja, groen schrijven. En alsjeblieft even niet tussendoor gaan. Niks meer kletsen. Zetten, zodat we even een echt lijstje krijgen van wie dit wil, ja. Per kleur. Dus iedereen die dit wil hebben, zegt ja, groen. En dan gaan wij schrijven. Hoe heet die? We beginnen met Esmeralda Willems. Jullie moeten meeschrijven, tenminste, als ik je naam noem. Esmeralda Willems. Je denkt gewoon mee voor de verloting straks. 350 voor Esmeralda Willems in het groen. Ik moet heel even dat zakje klappen. Dus dat is straks door de wacht. En als je straks denkt van, hey, als we bij rood zijn, ik wil toch nog een pak van die of die. Dan kan dat achteraf nog. Ja. Dit was Esmeralda Willems. Esmeralda Willems. Die had nummertje 350, Esmeralda. Helemaal top. Ga ik even kijken, er waren er meer. Oh, we gaan even terug. Esmeralda gezien. José. José Dame, 313. José Dame. 313 is voor José. Zetten we ons even wat kleiner, zien we er iets gezelliger uit. Dan na José kwam
Irma. Irma. 317. Irma, 317. Irma Gerard, 317. Diana van de Heuvel. 318. Diana van de Heuvel. De groene voor 318. Go Chic. Go Chic. Nummer 368. 368. voor Go Chic. Even kijken. Hebben we gehad. José Dame heeft hebben gehad. Eentje. Corine Westerink. Nummer 348. 348 voor Corine Westerink. Wilma Diebels. Wilma Diebels. Nummertje 364. Wilma Diebels. 364. En dan krijgen we... Oh, Wilma Diebels. Grietje Lohuis. Grietje Lohuis? Ja. Grietje Lohuis, welkom. En al gelijk gescoord. Gelijk gescoord. 360 is jouw nummertje, Grietje. 360 en daarmee ding jij zometeen ook mee naar nog een verrassingspakket. Grietje Lohuis. Welkom. En dan krijgen we... En dan... Deze bedoel je, hè, Carolien? Hé, hey, Carolien. Met deze zijn we bezig. Deze wil je? Oké, okay, we waren eerst bij Grietje. Lohuis hebben we gehad. Esmeralda heeft genoteerd. Carolien? Ja, Carolien? Dan zit ze goed. Ilse B. Ja. Ilse B. Ilse B. Wilde ja, weten. Ja, en Carolien ook. Ja, eerst Ilse B. Ilse B. 356. 356 voor Ilse B. En dan voor Carolientje. 352. 352, Carolien. Oma Boot. Zo, waren dat de groene? Ilse B, Carolien. Ja, dat waren de groene. Als je straks nou denkt, ik wil een groene, wacht even tot er alle kleurtjes. Rood is de laatste. En daarna kun je nog zeggen van, hey, ik wil toch nog een pakket van die of die kleur. Dan komt het goed, anders gaat het nou door elkaar. Gaan we door met zwart? Met Margriet gaan we door. We gaan door met zwart. 10 bollen. Dus Kelly af. Ja, het is zwart, maar doordat er wit doorheen zit, dan denk je van, hé, het klopt niet. Maar het is zwart. 10 bollen, 22,50, 330. Ja, is zwart, hè? Geza, hi. 330. Oh, ja, zwart. Dat is voor... Oh, wacht. Oh, sorry, niemand 330. De eerste 330 is voor Geza. Geza Zijp. Geza Zijp. Geza... Oh, Geza Zijp. Ik was even van slag. Geza, welkom. En gefeliciteerd met je aankoop, maar alle nummertjes liggen op de grond. Ik moet even oprapen. Nee. Nou, dat ging wel soepel. Ja, dat ging soepel. Geza, gefeliciteerd. 10 bollen zwart. Dat is gelukt. En dan Corine Westerink. Corine Westerink, jij krijgt... Waar had ik Geza zwart opgeschreven? 330... Corine Westrink, jij krijgt van mij nummertje 303 voor 10 bollen zwart. Voor 22,50. Helemaal top. Nog iemand? Even kijken. Brian. Nee, dat waren ze. Dat was zwart. Gaan we door met bruin. 10 bollen. Bruine velvet voor 22,50. Als je die wil kopen, 10 bollen voor 22,50... Dan zeg je, ja, bruin, zoals Manu nu doet. Manu, gefeliciteerd. Jij krijgt van mij nummertje 354. 354 voor Manu. 354 voor Manu, voor bruin. Nou, helemaal top.
Ja, leg jij die erbij. Ja, gaat goed. Ja. Dan gaan we nu naar oker. Yeah. Oker. Als je nou de okergele wil, dan zeg je ja, geel. En dan ga ik je naam noemen met een nummertje. Wat is het nou weer? Dat is kleur... Fred de Ster. Fred de Ster. Irma. Irma. Jij, oh, nummertje. Komt allemaal goed. Irma, jij krijgt van mij... Ik leg hem even weg. Irma krijgt nummertje 363. 363 voor Irma. En dan zag ik... Gefeliciteerd. En Crea Bolletje wilde 2. Dus dat kan ook... Ik zoek even twee nummers die een beetje bij elkaar horen. Niet dat dat uitmaakt voor de trekking, maar dat is meer voor mij. Dat werkt voor geen meter, zie ik alweer. Het is echt weer stom wat ik zit te doen, hè? Crea Bolletje. Crea Bolletje. 374, 374 en 379. 374 en 379 zijn allebei een pak geel voor jou. Crea Bolletje. 374 en Crea Bolletje. 379. Zo. Ze staan genoteerd. Even kijken. Dat was Crea Bolletje. En Martine zegt, het vest mag ook eventueel verkocht worden. Nou, daar zullen we nog wel eens eventjes over gaan praten. Eerste bolletjes, eerste bolletjes. Nella. 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 Hi. Jij krijgt van mij een pak okergeel voor nummertje 378. 378. Voor Nella. En daarna zie ik Anna Bremmer. Anna Bremmer wil ook geel. En dat kan. En daarom geef ik jou nummertje 370, Anna Bremmer. Anna Bremmer. Top. En dat waren de gele. En dan gaan we door met de blauwe. Ook hier weer 10 bollen voor 22,50. Echte greepjes Colorcrafter Velvet. Voor 22,50. 10 bollen. Ja. Oh, Annemie. Annemie. Annemie wil... Ja. Beginnen we. Annemie. Annemie, 361 voor 22,50 is de blauwe voor jou. Annemie. En dan Manu, die wil 2 nummertjes voor blauw. Dat krijg jij ook van mij. Voor Manu, 373 en 314. Manu, 373 en 314 voor 2 pakken blauw. Gefeliciteerd. Cynthia wil ook 2 keer blauw. Dat kan. Dan krijg jij van mij, Cynthia, nummertje 337 en nummertje 333 voor 2 pakken blauw voor Cynthia. Ja. Gaat goed zo. Even zoeken. Cynthia, dan de volgende is Irma. Irma wil ook blauw. En jij krijgt van mij nummer 377, Irma, voor blauw. 377 is blauw voor Irma. Astrid Kok. Astrid Kok. Voor blauw krijg jij van mij 365. Astrid Kok, 365. Wat een hopeloos handschrift, maar zij kan het lezen. En Anita Verhoeven wil ook een blauwe. Anita Verhoeven krijgt nummertje 327. 327 voor Anita Verhoeven. En dan... Anita, zal ik alles bij jouw bestelling doen? Wat je nog op had staan? Samenvoegen met je bestelling, Anita? Daar mag je antwoord op geven. Ga ik door met Nella. Die wil ook blauw. Nella, prima. 323. Nella, 323 is voor jou. Voor blauw.
En dan hebben we nog Mirjam van der Zanden. Die wil ook blauw. En daar hebben we ook een nummertje voor. Mirjam van der Zanden. Jij mag noteren nummer 306. 306. Mirjam van der Zanden. En dan... dat was blauw. Ja. Anita, prima. Dat is natuurlijk met wat Ilse zegt. Doordat we het nu tussendoor zoiets kunnen doen, dan is het wel voor iedereen ook wel te doen. Ja, dus maar dat kunnen we niet. Ja, we kunnen dat niet altijd doen. Zullen we gaan proberen? Ze gaat er rekening mee houden. Ja. Zie, we leren nog steeds. Ja, wel zo leuk. Even kijken. Kijk, we komen er wel. Gesa. Oh, nog een blauw? Die wil ook blauw. En Gesa, dat kan. We hebben voor jou nummertje 302 gereserveerd. Gesa. En misschien win je wel een pakket extra. Gesa. Zijp. Nou, helemaal leuk. Hè, stokje thee. Oh, we hebben nog een kwartier. Nou, dat komt helemaal goed. We hebben scheepjes. De, ja... roze. Bietjeskleur. Ja, bietjeskleur. Sylvia zegt, als ik nou iemand kende die het knuffelvest voor me zou willen maken. Ik weet niet, wil je er iemand voor betalen? Los van het materiaal. Dan is er vast wel iemand die dat wel leuk vindt om te doen. Maar dat, ik, not me, ik heb geen tijd. Dus kleur Rogers. Ja, 848. Hetzelfde verhaal. Oh, nou Wilma die wacht niet eens. Ja, Selma? Graag roze. Selma. En de Wilma bedoel ik. Wilma Selman. Sorry. Met de rode W. Jij krijgt van mij nummer 369. 369. Oh, zo. Wilma Selman. 369. Selman, 369. Je ziet Esmeralda Willems. Ja, nu gaat het hard. Even kijken. Ik ook, Esmeralda Willems. Jij krijgt van Esmeralda, jij krijgt 359. Ik denk dat we binnenkort ook wel bij Roze Hemmie kunnen roepen. Ja, precies. Even kijken, Esmeralda, 359. Esmeralda, hij is voor jou. En dan Henny T. Jij krijgt van mij nummer 366, Henny T, voor de roze pakket. 366. En Gesa wil ook roze. Ja. En dus krijg je van mij nummertje 329. 329. 329 voor Gesa Zijp. Nou, je had ook 330. Gesa Zijp. Nou. En dan hebben we Tristan Walschap. Tristan. En Ilse B. Nou, niet te snel, hè? Eerst Tristan. 353 voor Tristan. 353 voor Tristan. Oep. En 349 voor Ilse B. We zitten nog steeds in de roze bol, hè? En dan 10 stuks. Ilse B, genoteerd, Rinet. Ja, oké, dat was roze. Nou, we hebben nog maar een paar nummertjes. We gaan kijken. Oh, dat lukt wel. Ja, nee, we hebben paars. Donkerpaars. Donkerpaars. Als je die wilt, aubergine-achtig. Als je interesse hebt in 10 bollen voor 22,50, zeg je nu ja, paars. Paars. Tristan heeft genoteerd. Gesa, ja, paars. 362, Gesa. 362 voor Gesa. 362 voor Gesa. 362 voor Gesa. Ja, genoteerd. En Corine Westerink wil ook paars. En dan krijg jij van mij een nummertje. En dat wordt nummertje 336. 336 voor Corine Westerink. 336 Corine Westerink.
En dat was de afdeling paars. En dan hebben we nog 10 minuten. En daarna gaan we mijn verjaardagsfeestje vieren. Maar eerst gaan we nog... Corine zegt top, top. We hebben nog de rode variant. Bogart, Humphrey. Rood. Als je zegt, die wil ik, dan zeg je, zoals José doet, ja, rood. Bro, dat gaat hard. Rood voor José. José, dame, 312. 312 voor José. Voor Loes Ruiten, 372. 372 voor Loes. Kijk, Loes Ruiten heeft ook. José heeft Annemietje. Annemie, die wil ook rood. Krijg jij nummer 328, Annemie? 328. 328. En dan Corine Westerink. Hadden we die al voor de rood? Nee. Ja, Corine Westerink voor de rood. 320. Een pak rood voor Corine. Even kijken. Loes, Corine. Marleen. Marleen. Rood is de kleur van de liefde. Marleen wil, 300, wil een pak rood. En dat is nummer 324 voor Marleen. Gefeliciteerd. Er komt een pak rood naar Marleen Rosbergen. Jij bent niet toevallig familie van... Zij van Rosbergen van... Oh, dat is... Programma NPO 3 op kantoor. Maar bekend iemand is, weet wel. Dat oh ja, natuurlijk. Is. Dat duo, Rosbergen en... nee? Oké, okay, sorry. We zijn afgeleid. Cynthia wil ook rood. 316. 316 is voor Cynthia. 316. En Erna wil twee keer rood. Dat kan, Erna. Zit jij nou een beetje op vakantie en hier een beetje te pop-uppen? Hallo vriendin van Erna. Hebben jullie lekker pizza gegeten? Erna, jij krijgt van mij voor rood nummer 341. Oh nee, geen familie van, oké. Okay. Erna, 341 en 351 is voor jou. Erna, 341 en 351. Geef niet hoor dat je geen familie bent van. Ik ken ze ook niet verder, dus er is niks aan de hand. Maar dat is een ritueel dingetje. Familie van? Oké, okay, Erna had het twee keer. Ja, we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Erna, twee keer. Irma wil ook rood. 357 voor Irma. 357 voor Irma. En Wilma wil ook rood. Vandaag is rood. 345, Wilma. Wilma, 345. De kleur van je lippen. Vandaag is rood. Ja. Voor Thea van de groep. Voor 332 is dit voor jou, Thea. 332. Thea van de groep. Wel familie van de groep, trucks. Creabolletje twee keer. Creabolletje. Nou, moet je wel ophouden nou. Erna is al thuis. Oh, Erna is alweer thuis. Oh, ook goed. Creabolletje. Twee stuks. 304. En 325. 304 en 325. Gefeliciteerd. Het zijn ook twee lotnummers, hè? Erna is thuis. Marleen is helemaal blij. Nou, dat was rood. Nou, nog iemand... Nog iemand iets? Van, ik wil toch nog een pak... Mag ik mijn ruilen? Oh jee. Natasja zegt, mag ik mijn ruilen? Ik had vanmorgen zwart, maar ik wil eigenlijk de blauwe. Mijn lotnummer is 160. Kan je even... Ze wil zwart ruilen van vanmorgen voor blauw. Dus moeten we eventjes goed noteren. Okay. Ja, komt goed. Maar we moeten eerst even alles noteren. Natasja Knossen. Natasja van vanmorgen zwart.
We gaan het even... Ik schrijf het even. Ja, dat gingen we doen, Natasja. Vanmorgen had je zwart 160, Natasja Knossen. Zwart 160 moet zwart. Blauw worden. 160 moet blauw worden. Natasja, we gaan het voor je fixen. Maar zijn er nog liefhebbers voor een van deze kleuren? Want ik heb nu nog de dingetjes hier liggen, dus ik kan nu nog zeg maar even opschrijven. Precies wat Brian zegt, alles komt altijd goed. Als ik Thea dat... Thea wilt zwart graag. Nog. Wacht. We gaan even terug. Natasja wil dit ruilen. Thea wil graag zwart. Ja, Thea van de groep wil zwart. 375 Thea van de groep. Zwart. Ja. Thea van de groep. 375. Ja. Thea, genoteerd. Thea zwart. Thea zei, die wil graag oker en groen. Oké. Okay. Dat is afschrijven. Even kijken. Geza. Wacht even hoor. Geza, 355 en 367. Oop, drie. Ik denk als je een lang knuffelvest wilt maken, dan moet je twee hebben. Ja. Heuplengte is 1. Ik pak hem er even bij. Maar eerst even Geza. Geza, 355 en 367. Ja. 355 en 367. Geel en groen, Geza. En dan... We are selling yarn at this moment, Patricia. Once a month, 2 days, we are selling yarns. Even kijken, Natasja is geregeld. Deborah, Connie Bloemen, nee. Patricia, dat hebben we gedaan. Connie Bloemen, wil nog 1 zwarte? Ja. Kan... 371. Connie Bloemen. Zwart, hè? Ja. Ik heb hier. 371, Connie. Bloemen. Bedankt voor die bloemen. En dan Cindy C. Blauw. Blauw. En dan zijn we klaar. Want dan zijn mijn nummertjes op. En dan is het ook tijd. Cindy C. wil blauw. 358. Oh, en Annemie wil nog... Wacht even. Annemie, ik kom bij je terug. Cindy C. blauw. 358. Cindy C. 358. Blauw. En dan zag ik nog eentje. Annemie C. wil nog een groene. En, ja, dat wordt 381, Annemie. Ja, nog een stickertje? Ik heb geen sticker. 381, Annemie. Zo. En dan zijn we klaar voor vandaag. Dan gaan we naar de trekking over. Zij doen nog even de boekhouding afwerken. Dan gaan we naar de trekking over. En daarna, dat blijft hangen. Oh. Mocht je nog bedenken, ze komen alle drie de lijst morgen weer terug. Dus het is niet zo van... Het is niet de laatste kans. Nee. Daar begonnen we mee. Die zijn op. Welk garen jouw vest is, willen ze weten. Dat is de Chenille 6 uit de webshop. Die hebben niet in de pop-up, helaas. Ik ga ondertussen zometeen... Blijf hangen, we hangen nog niet op zo. Maar we gaan eerst de trekking doen van de loterij. Van iedereen die het gelukt is om een pakket te bemachtigen. En daarna gaan we nog even mijn kleine verjaardagsfeestje hier vieren. Maar eerst gaan we naar nummertjetrekken.nl. Heel goed, Carolien. Loop niet weg. Even kijken. Nou, nummertjetrekken.nl. 1 getal. We beginnen met 300 om het makkelijk te maken. En dan gaan we naar 382, 382. Oké. We gaan weer kijken dat we het niet kunnen... Oh ja, we gaan weer kijken dat we het precies niet kunnen zien. S'avonds is dat altijd het probleem. Overdag niks aan de hand, maar s'avonds
probleem. Oké. Op goed vertrouwen. Op goed geluk. Van 300 tot 382 nummertje trekken. De gelukkige winnaar van het pakket. Loop jij dadelijk daarin? Ja, ga jij kijken wie het is. Ik loop even naar de cadeautafel. 306. Wie is dat geworden? Wat leuk. Kijken, wie is dat? En iemand die nog niet zo vaak. Oh, wat leuk. Ja, leuk hè? Ja, nou. Gefeliciteerd Mirjam. Nou, dat is een leuke binnenkomer, of niet? Ja. Dus, maar even vertellen, dat is dus bij de bestelling. Ja, bij de bestelling zit bij Mirjam nou een leuk verrassingspakket. Dus dat is weer extra meegenomen. En dan helemaal gratis en voor niks. Dus dat gaat wat worden. Leuk. Ik ga heel even de glowende dark bolletje pakken. We lopen allemaal weg. Ik pak even dat. We hebben allemaal een cadeautjes. Wat ze zijn natuurlijk. Ik wil niet stuk volgens mij. Nee, niet echt. Oh, er is nog meer. Lekker met de kont er aan. Het feest kan beginnen. Dit is die glow-up. En volgens mij, Sylvia, Jezus. Ik ga hem even openmaken. Want ze zijn net geleverd eind van de middag. Volgens mij is het vergelijkbaar met een katona draadje als ik zo kijk. Hè? Ja, dat kijk uit die fles, hè, staat erop. Het is best wel een dun draadje. Nou ja, dun. Vergelijkbaar met de katoen, hè? Eens even kijken. Naaldikte 2,75 tot 4. Van de kant. En even kijken. Het is... Oh, dat is zo zwaar! Het is 100% polyester, dus het is best wel een stevig draadje. Dus ik denk dat het een hele zomer in de... overleeft. Kan je hem iets meer dichterbij trekken? We zitten nu zo. Ja, ik heb hem aan de kant gegooid. Zo. Ja, ik heb een beetje het praktisch gehouden voor je. Ja, ik voel het. Ik weet ook wat erin zit. Ik had al dubbel ingepakt zodat hij niet door zou schijnen. Ja, nou, ik voel het hoor, wat erin zit. Oké, nou, we hebben. Celebrate good times, come on! Doe. Ik was jarig, anderhalve week geleden of zo. En ik hoef me niet te gaan vervelen vanavond. Ja. En Cynthia, kun je gerust doen? Ik probeer altijd zo snel mogelijk, maar goed, het gaat wat trager als ik dingen moet bijbestellen en zo. Dus als je niet te veel haast hebt, kan dat prima. Alles kan? Ja. Behalve Wim. Die kan niet meer. Even kijken hoor. Even. Oké. Okay. Ik heb, ik kan het uitpakken. Maar ik heb een pak printpapier gekregen. Ik heb een doos printpapier gekregen. Voor de printer, hè, waar ik 700 printjes. Ze wil nooit te veel prulletjes. Nee. En bloemen wil ze ook niet. Dus ik dacht van, nou ja, dan koop ik maar iets wat ze kan gebruiken. Ja. Ja. Dus, en, gewoon, dus ik heb... Ik heb 2500 velletjes printpapier gekregen. Dankjewel. Ik ga het weer even wegzetten. En dan heb ik nog een hele berg cadeautjes. Dus ik zet hem weer even weg. Maar dan weten jullie dat ik hem heb gehad. En hij is hartstikke zwaar. Oh, de fles. Kom, trek hem aan de kant. Ja. Ik wil dat eentje met een hernia krijgen. Ja, ze is echt een beetje lastig hoor. Ze wil niks en nee, dat hoeft niet. En, dus ja, het is altijd wat lastig om wat te bedenken. Wat te bedenken, dan. Ja. Sorry dat ik zo'n moeilijk mens ben. Nou, moeilijk, maar wat praktisch toch? Ja, ik ben dol op praktische dingen. Maar ook wel dol op cadeautjes natuurlijk. Zo. Ja, zo. Nou. De rest is handzaam. Ja. Ja, een cadeautje. Ja, ik moet links ik, papier rechts, hè. Happy birthday to me. Oh, dankjewel. Dan kan ik het openmaken. Dan krijg je wel gelijk openmaakinstructies. Dat is wel handig. Dat is het makkelijkste, denk ik, ja. Schadelijk thuis. Ja. Komt goed. Ik denk dat ik het niet eruit zou komen.
Ja, dat. Heng, 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 heng. Ook weer praktisch. Een pen, een mes. Nee. Oh, ook niet. Praktisch. Ik zag iets bij jou thuis dat je dacht, oh, dat kan echt niet. Ik zie te weinig ervan. Heb ik ergens te weinig van? Ik leg het dadelijk uit. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, waarschijnlijk is het een oh ja. Het heeft iets gezien bij me thuis. Wat kan dat nou zijn waar ik er te weinig van heb? Had ik er te weinig voor? Ik, oh. Maar ik had een beetje... denk van, wat heb ze nou gezien? Spannend, hè jongens? Spannend, spannend. Waar heb ik te weinig van? Oh ja! Dat hoor ik. Ja, ja. Twee ijskoeplepels. Voor grote glazen. Ja. En ik zag dat je een vorkje tijgers erin had. En toen dacht ik, nou, ze kan best wel wat lepels gebruiken dus. Tegen wie liep ik dat laatste ook te roepen? Van, ook echt van, waar zijn ze? Ik had er echt een heleboel, ja. Maar ik heb twee lange... En er staat wat in, hè? Oh! Aan de andere kant. In de lepel. Nee. Grappig, oh, wat hoor. Grappig. Kijk nou. Ik weet niet of ik het kan zien. Good morning, bestie. And you're my bestie. Oh, wat leuk. Ja, dit zijn hartstikke leuk. Ja, hoe vind je ze? Ja. Je loopt super fijn. Aan. Nou ja, die heb ik dus te weinig. Dus toen dacht ik, nou, die zijn er niet af. Ja, wat had ik nou laatst? Dat ik echt in de laatste stond te zoeken. Want ik had van die lange lepels, maar... Ja. Nu heb ik ze weer. Kijk, daar word ik blij van. Dankjewel. Maar we zijn er nog niet. Het grote Miranda-feest. Ja, Mika staat aan de andere kant. Die is de cameraman op dit moment. Mika, je moet even komen zwaaien naar je fans. Kom. Hallo. Ja, dat is Mika. Oh, Mika heeft goed nieuws. Ja. Ja. Hij gaat ook gelijk helemaal stralen. Moet even wat harder vertellen. Mika, die... Ik ben aangenomen op mijn nieuwe opleiding. Hij gaat een beroepsopleiding volgen. En wat ga jij worden? Chefkok. Hij gaat chefkok worden. Nou kijk, daar heb je altijd werk. Dat is altijd goed. Gewoon... En gefeliciteerd dat je bent aangenomen. Want dat vonden we allemaal heel spannend, maar het is goed gekomen. Ik kom woensdag nog eentje terug. En dan is het allemaal goed. Komt goed. Dus komt goed. Het is geen play button, maar... Nee, het is... Die krijg je nog wel vast. Ja, nog 75.000, dan krijg ik hem. Maar nog 74.000 nog wat. Dat lukt je makkelijk. Ik hoop het, voordat ik 75 ben. Ik heb een puzzelstuk gekregen, maar er staat tekst op. Ik zal het even voorlezen. Thank you for listening. Thank you for guidance. Nou, dat valt wel mee, toch? Nou. Thank you for inspiration. Yes. Thank you for encouragement. Encouragement. Moeilijk woord. Zoek het maar op als je niet weet wat het betekent. Encouragement. For being here. 1 keer in de maand maar, hè. And most importantly, for being a part of my journey. Ja, dat sowieso. Ja, ja dat sowieso. Ik vond het heel toepasselijk. Nou, vind ik hartstikke lief. Toch een soort award. Gekkie, dankjewel. En we zijn er nog niet. Het is net Sinterklaas. Zit er een volgorde in? Nee hoor. Nee, maar gewoon doen wat ik wil. Ja, dit vond ik heel grappig. 3 weken lol gehad. Rondshoppen. Deze heb je ook al gezien. Heb ik hem zelfs al gezien? Ja. Oh, dan... Ik heb hem al gezien. Ja, leuk hè, Connie? Oh, ja, die heb ze me laten zien. Ja. Aan de ene kant... Ik heb mijn eigen tas. Ik heb mijn eigen tas. Kijk. Ik maak het met Miranda. En aan de andere kant is het een tas van iemand anders. Maar dit is mijn tas. Niet gemaakt door de andere kant. Nee. Dat mag ik helemaal niet mogen laten zien. Want dat was niet... Oh ja, dat mag wel voor mij. Hoor. Oh ja, ja, dat staat los van elkaar natuurlijk. Ja. Ik heb een eigen linnen tas. Ik heb een aantal tassen ondertussen waar mijn naam op staat. Ik vind het fantastisch. Ja. Want
Mensen die al wat langer meekijken, die weten dat ik een jaren 70 kind ben. En dat in de jaren 80, toen ik puber was, had je naamstickers. Echt overal stond mijn naam op. Dat vond ik gewoon leuk. Op mijn fiets, overal plakte ik mijn naam op. En dat zijn gewoon en voor de leuke, hoor. Nu krijgen we nog gewone leuke cadeautjes. Dus ik vind het ook heel leuk, nu in het huidige hier en nu, nog steeds om dingen te hebben waar mijn naam op staat. Ik heb dus iets minder leuk van mijn ex geleerd dat het heel verstandig is om overal je naam op te zetten. Dat is nu dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet mijn ex, maar dat ik overal mijn naam op moet zetten. Waar het vroeger alleen voor de leuk was, is het tegenwoordig ook best wel praktisch. Ter bescherming van je werk en zo. Dus daarom heet ik ook Ik maak het met Miranda. Of ik heet ik ook Maak het met Miranda. Dan kan mijn ex nooit zeggen van ja nee, dat heb ik gedaan en niet jij. Dus kom hier met die poen. Daar trapt mijn ex, daar ga mijn ex ga ik niet meer in trappen. Maar ik vind het nog steeds leuk om dingen te hebben waar mijn naam op staat. Gewoon omdat ik dat in de jaren 80 al leuk vond. En toen kende ik mijn ex gelukkig nog niet. Dus hadden jullie dat ook van die namenstickertjes en bekers en zo? Miranda was zo'n naam, die komt overal voor. Maar als je nou anders heet, kan het zijn dat je naam daar nooit bij zat. Dat was ook wel weer vervelend natuurlijk. Ja, mijn naam was ook... Oh, wat ik krijg een... Ik vond het zo grappig. Ik krijg een zure bom. Maar wel een emotioneel supportbom. Heb je deze gekocht? Ja. Heb je echt gekocht? Ja. Emotional support pickle. Dus is een augurk. I will always be around to let you know that you are a big deal. A big deal. A big deal. Oh, ja, is een woordkrapje. That you are a big deal. 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 Nee, Fenna zat er nooit bij. Dat bedoel ik, Fenna. Maar nu kunnen we tegenwoordig in het huidige hier en nu kunnen we onze eigen stickers maken. Hé, hey, ik heb een emotional support... pikkelborstje. Erna zegt, mijn naam vond je alleen heel af en toe in Duitsland. Big deal. Ja, precies, Juutje. Dan gaan we even googlen. Er staat ook een dubbel L. Ja, Barbara had een halleluja fiets. Dat is ook leuk. Een halleluja. Sing a song. Halleluja, la 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 la, halleluja, la 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 la, la 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 la, halleluja, allemaal, halleluja. Nou, wat zijn jullie enthousiast, zeg. Ik ken het hele liedje niet. Ken je het liedje niet? Kennen jullie het liedje ook niet? Oh, een screenshot. Je fiets wordt toegezongen. Oh, we hebben nog een tas. Oh ja. Thank you. Thank you. Ja, Eva die loopt over van de ideeën. Nou, deze is wel zo goed. Allemaal kijken. Ik ben nou toch wat leuks aan het maken. Maar ik zeg niet wat. Postbus, maak het met Miranda. Ja, postbus, maak het met... Oh, er staat er ook onder. Postbus, maak het met Miranda. Kennen jullie dit? Maar dan met Miranda? Oh. Nou, ze heeft een hele berg dingen al teksten liggen volgens mij. Ja, ik ben nou toch wat leuks aan het maken. Maar ik zeg niet wat. Geweldig. Nog een tas met mijn naam erop. En mijn eigen... Ja, het is ook mijn eigen naam. Dat heb ik zelf geschreven. Zegt ze, ja, schrijf even je naam op. Stuur even door. En dan krijg je dit. Nou, dat is toch geweldig. Nou, ik kan op zich wel netjes schrijven als het moet, hè? Ja. Is dat leuk? En mijn eigen Miranda-tekst in plaats van Loesje. Ja, Loesje. Ja, precies. Loesje, maar dan nu Miranda. Met Miranda-teksten. Jullie weten toch dat ik op de groep, op de Facebookgroep een Miranda uitspraken ding heb lopen? Dat is eigenlijk het pop-up verjaardagscadeautje. Is het laatste cadeautje, lieve teken, mensen? In het teken van het pop-up. Dus eigenlijk de pop-up cadeau. Ik heb een pop-up cadeau. Jullie mogen zo naar de Passion. Het is maar, gewoon grappig. Ik heb nou weer een grappig... Oh, ik ga schrikken, vermoed ik. Ga ik schrikken? Nee, je gaat niet schrikken. Ja, het zit wel dichtgeplakt. Dat is best wel eng.
Nee, het was meer dat de douche niet open zou gaan. Ja, dat bedoel ik. Dan springt er een clown uit. Nee, er springt niks uit. Oh, er springt niks uit. Ja, die is stuk. Zie je dat? Nee hoor. Oh, nee, hij is die stuk. Dat is die blauwe, die groene. Voorzichtig. Oké, ik ben als de dood dat dat uitspringt. Nee, er springt niks uit, echt niet. Oh, er springt niks uit. Nou, gaan jullie kijken? Gaan we samen kijken. Het is vast ondersteboven. Ja, tuurlijk, mes. Denk ik. Ja. Spannend, hè? Ik weet het niet. Dank u wel, meneer de assistent. Nou, daar gaan we. Als er wat uitspringt, dan springt hij naar jullie, hè? Ga je eens even in beeld zitten, Eva. Ja, maar ja. Ik zie het dan niet. Jawel. Ik wil even kijken of het goed om is. Oh! Ik vond die zo grappig. Oh! Ik denk, nou, die moet ik hè? Eindelijk! Het heeft heel lang geduurd. Ik werk al sinds mijn 12e. Ik ben eindelijk de medewerker van de band. Oh! Ik ben eindelijk. Ik heb hem. Ik heb eindelijk waardering. 40 jaar gewerkt, eindelijk waardering. Ik ben medewerker van de maand. Nou, dit vind ik echt super. Hè? Gaan we het nou over salarisopslag hebben? Ja, we gaan het verdubbelen, hè? Van 0 naar 0. Ik zeg prima. Hé, hey, maar hoe vind je het? Ja, ik kwam het tegen. Ik denk, nou, die moet ik voor mijn maken. Dat is echt zo toepassend. Ja, Eva, inderdaad, je bent kampioen cadeautjes. Mag ik jullie heel hartelijk danken? Ja. Ik vind het briljant. Die kan ook gewoon op de tas, hè? Ja, ik denk dat het zijn rommeltjes die je goed... Ik heb er helemaal niks aan, maar ik ben er super blij mee. En weet je, dit kan ook nog prima in mijn huis. Nee, ik ga gewoon voortaan altijd rondlopen en zeggen: waar werk je dan? Ja. In België. Eén keer in de maand. Dan ben ik de employé van de maand, want dat is de enige keer dat ze personeel heeft. Jullie zijn ook personeel. Hé, hey. Nou, ik ben super blij mee. Dankjewel, Eva. Voor de moeite, voor de inzet en voor het feit natuurlijk dat ik iedere maand hier weer de boel ondersteboven mag komen gooien. En super gezellig. Nou, lieve mensen. Super bedankt. Hartstikke bedankt. We gaan er een eindje aan breien, want we gaan naar de Passion. Of althans, een heleboel van jullie willen naar de Passion in Zeist. Daar is het niet zo groot, dus blijf lekker thuis en schakel in op Nederland 1. En heel veel plezier met de Passion of wat jullie ook gaan doen. Wij gaan hier weer even opruimen. En morgenochtend om 10:00, tadaa, dan zijn we er gewoon weer. Sorry, ik was fris en fruitig. Ik denk wat ik las. Fris en fruitig, morgenochtend zijn we er weer. Oh. Ik heb het lijstje weer. Zijn er nog mensen die nog niet kaartjes hebben aangevraagd, die een pakketje kaartjes van iedereen erbij wilt? Die kan ik nu zeggen, schrijf ik je naam op. Dag Erna. In het kader van het netwerken heeft Eva visitekaartjes van mij en van de rest van de familie. En als je zegt van nou, ik weet wel wat adressen om ze uit te delen, geef dat dan nu even aan. Neer te leggen. Want dan krijg je het meegestuurd in je pakket extra. Ja. Ik zie Annemie C. Dag Anja. Ja. Brian. Annemie C. wil graag kaartje. Dag Wilma, tot morgen. Dag Jutje, tot morgen. Hanneke, graag gedaan, tot de volgende. Dag Natasja, tot morgen. Dag Alinda, tot morgen. Ja. Dag Marijke. Goed zo, Rinette. Dag Noella, dag Erna. Nou, Annemie, precies op tijd. Dag MDB, tot de volgende. Ja, codewoord kaartjes graag. Dat is een goede, Rinette. Dieltje, jij ook weer bedankt. Brian, bedankt. Rinette, bedankt. Jeannette, bedankt. Iedereen, bedankt. Ik krijg weer een opvlieger van alle inspanning. Eva, die schrijft nog even door. Dag Brigitte, dag Ray, dag Anita, dag Annemie. Dag Grietje Lohuis. Dag Petra van Leeuwen. Tot morgen ergens. Dag Iris, dag Anita van de Hoeven. En Anita L, Fenna. Hopelijk, ja, morgen betere verbinding, Fenna. Dat is, daar kunnen wij verder niet zoveel aan doen. Maar duimen dat het morgen beter gaat. Dag Connie, jij ook tot morgen. Dag Henny T, graag gedaan. Dag Brian, dankjewel hè. Ja, heel goed Tristan, voor in België. Heel fijn, dankjewel. Dag Charlotte, dag Jutje, dag Tony. Dag Jewa, dag Rinetje. Ja, overwerk. Oh ja, sorry, 20 minuten uitloop. Sorry, had ik even moeten overleggen. Het hoofd is een chaos, het spijt me. Maar bedankt wel hè. Veel plezier iedereen vanavond. Dag Barbara, Judith en dag Fenna. Fenna wil ook kaartjes. Dag Geesa, leuk dat je er was. Dag juf Joke.
Dag Rinetje, dag Thea. Thea Juffer, dag Hanneke, graag gedaan. Kijk, Brian heeft nog even een tip voor Fenna. Zet alles uit, de Spotify, alles. Fenna laat zijn jongste verplicht meedoen. Ja, dan heb je twee keer zoveel kans. Kan iemand de link van de webshop er nog even inzetten voor Connie? Smurfjes, lieve smurfjes. Dag Connie. Heel veel gebak, zegt Jeanette. Ik weet, sorry Rinette. Oh, dankjewel Rinette. Oh, Brian heeft de link naar de webshop er nog ingezet. En Jeanette ook, want die zijn allemaal snel. Dank jullie wel. Nou, klik er snel op. Ga het afrekenen en dan zijn we er morgen weer. Heb je eerder besteld? Niet verzendkosten, afhalen. Maar afhalen aanklikken. Dag Connie en iedereen. We gaan er vandoor. Hey, tot de volgende keer. Fijne avond. En morgen weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. Ja. Wij gooien hem ervoor en jullie schieten hem erin. Hé, hey, bedankt hè. Dag allemaal. Doei.